Onder de Franse bezetter is er eigenlijk een hele lange tijd geen officieel muziekonderwijs geweest in onze stad. Werd er wel privéonderricht voorzien, maar was er eigenlijk geen gesubsidieerd stedelijk onderwijs. Door het steeds blijven aanleveren van een bepaalde kwaliteit gesterkt door die jarenlange traditie. U moet ook weten, heel veel van onze huidige leerkrachten en van de voorbije generatie van leerkrachten waren zelf ook leerling aan onze school. En daardoor hebben we eigenlijk die know-how echt letterlijk intern weten door te geven aan elkaar. En denk ik ook dat daardoor ook het conservatorium haar reputatie heeft weten te behouden. Ik zelf ben ook ooit opgeleid geweest als kind in het conservatorium. Ik heb zelfs nog het 150-jarig bestaan meegemaakt als leerling toen. En nu ondertussen al 10 jaar daar werkachtig. Er zijn ontelbaar veel Mechelaars die een band hebben met dat conservatorium. En als je met Mechelaars praat, ja, iedereen heeft wel op een of andere manier een band van ver of dichtbij met dat conservatorium. Het maakt ons wie dat we zijn. We zien dat we vandaag de dag nog te weinig mensen met een allochtone afkomst in het conservatorium aan de slag zien gaan. Jongeren en hun ouders te overtuigen dat ook in het conservatorium kinderen sterker en rijker kunnen worden. Het is bewezen dat jonge mensen die leren kennis maken door improvisatie, door muziek te leren kennen met de dingen die ze eigenlijk nog niet kenden, dat zij daardoor heel tolerant worden en openstaan voor dingen die ze niet kenden. Dus eigenlijk is het ook een opvoeding voor het leven. Qua leeftijd zijn er nu muziekinitiatieklassen waar jongeren ook tussen 6 en 8 jaar kennis maken met die muziek. Dus we doen er alles aan vanuit de stad om zoveel mogelijk die drempels naar omlaag te halen. We zorgen er ook voor, dankzij de uitpas, dat die jongeren en de talentenchecks ook, dat die jongeren zo goedkoop mogelijk kunnen deelnemen aan die muziek, dans- en woordopleiding. Waar ik het meest fier op ben, is eigenlijk de sfeer in het conservatorium. Wij staan voor een hele grote digitale vernieuwing. En daarnaast vinden we het ook gewoon heel belangrijk om te blijven inspelen op die diversiteit en om het conservatorium nog meer, nog dichter bij de Mechelaar te brengen.